Ik feliciteer je ook dat je een geweldig voorbeeld bent voor de aanstormende jeugd. Dat zij zich kunnen identificeren met iemand die er alles voor over hebt gehad. En daarmee feliciteer ik je van harte, alsjeblieft. Een nieuw seizoen betekent nieuwe kansen. Ook voor topper Erik Dekker, die van start gaat in Milan-San Remo. Hij heeft Tirreno Adriatico gewonnen, maar het noodlot slaat deze dag weer eens toe. Er wordt veel gevallen op de smalle wegen in Italië en een van de slachtoffers is... juist, Erik Dekker. Hij wordt snel afgevoerd naar een Italiaans ziekenhuis. Om in de avond, nog steeds in wielershirt gekleed, afgeleverd te worden op het vliegveld van Nice. Waar ploegenoot Mark Wouters zich zorgen maakt. En Dekker zal bewijzen dat wielrenners te alle tijden te interviewen zijn. Hij kan niet mee in het vliegtuig en berust dus maar in zijn lot. Hij blijft alleen achter met een gebroken been en heel veel twijfel. Maar praten kan die. Ze waren al twee keer eerder komen te vallen, vlak voor aan de, naar de aanloop van de Cipressa. En ze vielen voorin, rechts voor en ik reed links. En ze komen langzaam naar links en in een uiterste poging doet een renner nog een voorde poging om mij toch te laten vallen. Eigenlijk. En ja, ik rijd over die jongen heen en ik denk dat ik op de stoeprand ben gevallen. Weer gaat hij maar weer eens revalideren. Het is bijna zijn tweede natuur geworden. Maar zijn humeur heeft hij, ondanks alles, toch behouden. Getuigen? Ik heb vanochtend een PR gelopen. en ik heb vanochtend voor het eerst met een kruk gelopen. Dus gisteren deed mijn been nog helemaal niks. Op het droge, daar kon ik hem niet vooruit krijgen. Ik praatte daartegen, ik coachte hem, maar hij deed niks. En vandaag ging hij al een beetje vooruit, dus... Er zit vooruitgang in. Dekker werkt fanatiek in stilte om, als het kan, weer in de Ronde van Frankrijk op te kunnen stappen. En weer komt er een beroemde 8e etappe in de Tour. Een kopgroep is op weg naar Plouay. Dat was ook dubbel. Ik heb daar niet gewonnen. Maar ik had een aandeel in die etappe van Karsten. Maar ik was ook zo ontzettend blij dat ik dat kon. Dat was in het jaar dat ik mijn heup brak. Dat ik met anderhalf been de Tour de France reed. En dat ik 3 dagen eerder nog wou opgeven. Dat ik weer gevallen was en ik werd echt gelost in mijn eentje. Mark Wouters heeft toen gewacht op mij en gezegd van als jij nu afstapt, dan stap ik ook af. Ik ben weer doorgegaan, weer me herpakt, weer teruggekomen in het peloton afgezien. En 3 dagen later rijd ik met Karsten voor de overwinning. En had ik misschien wel zelf kunnen winnen, maar dat deed het niet toe. Karsten won die etappe en geweldig voor Karsten. Ik had daar een bijdrage aan. Maar vooral, ik was zo trots op mezelf dat ik dat kon. Het was een overwinning, terwijl ik niet gewonnen had. Wielrennen is een hele bijzondere sport eigenlijk. Ik bedoel, als je een hele goede wielrenner bent, dan rij je 90 wedstrijden op een jaar en dan heb je er 80 niet gewonnen. Maar dan ben je een goede wielrenner. Als je elk jaar 10 wedstrijden wint, dan en je doet dat 10 jaar lang, dan heb je 100 koersen gewonnen. Er zijn er geen 10 in de wereld die dat op het eind van een carrière hebben. Wat maar wil zeggen is dat je dus veel meer verliest dan dat je wint als wielrenner. En dat is... En er zijn zoveel variabelen in het wielrennen, waardoor het ontzettend moeilijk maakt om een wedstrijd te winnen. Zeker als je niet een sprinter, een klimmer of een tijdrijder bent, dan is het gewoon heel moeilijk om regelmatig wedstrijden te winnen. En met die wetenschap en met die ervaring die je hebt, dan kun je bepaalde dingen wel beter inschatten. En kun je bijvoorbeeld ook een goed gevoel hebben van een 4e plek of een 10e plek. Maar dat ligt een beetje aan hoe die... tot stand komt. Maar het is niet dat de nummer 1 dat het ultieme doel is van een wielrenner in ieder geval. Dat is natuurlijk wel het beste resultaat, maar je kunt ook echt tevreden zijn met niet winnen. Heb ik tenminste altijd gehad. Anders heb je ook een heel slecht leven hoor, als je ontevreden bent als je een wedstrijd niet wint. Want dan moet ik even rekenen gaan, maar dan ben ik vaak ontevreden geweest en dat is toch niet waar. De toprenner, de bekende Nederlander, de sportman van het jaar, krijgt ook een biografie. Bij leven nog wel. Zelfs nog terwijl die koerst. Schrijfster Manon Colson begeleidt de coureur bij de presentatie. Gerry Kneteman krijgt het eerste boek.
kan me heel moeilijk voorstellen dat mensen naar een boekhandel gaan lopen en dat boek gaan kopen. Nee, maar ja, goed, maar ja, ik ben helemaal niet dood. Ik ben helemaal aan die einde carrière en toch ligt dat boek erbij daar. En ik vind dat heel bijzonder. En ik wil zeker nog een keer een foto maken in een boekhandel dat dat boek er ligt. Ja. Ik wil het eerst zien. Ik zeg heel vaak gekscherend, ik ben een gewone jongen gebleven. En toen zei onze ploegarts een keer van ja, maar als er en een straat naar je genoemd is in Landgraaf en er is een biografie van jou, dan ben je geen gewone jongen. En ben je een gewone jongen? Over gewone jongens worden geen boeken geschreven. Op 10 oktober 2004 wordt Parijs-Tours verreden. De meest bijzondere overwinning, heb ik het niet emotioneel gezien, maar gewoon qua uitvoering, is Parijs-Tours. Ik heb daarvan de dvd teruggezien en ook als ik daar aan het kijken was, dacht ik ook dat ik het niet ging redden. Dat dachten we allemaal. Ja, daarom. En dat is eigenlijk 2 uur lang is die uitzending, geloof ik. En 2 uur lang, nou ja, was het leuk geprobeerd, maar voor de rest jammer. En op een gegeven moment was het wel heel leuk geprobeerd, maar ja, zonder van je energie of net even niet genoeg ruimte gehad. En als het dan zo eindigt zoals het geëindigd is, dan dat was iets heel bijzonders, ja. Het vreemde is eigenlijk dat ik van start tot finish, en dat is echt waar, 100% geloofde dat ik ging winnen. Ook op het moment dat de kopgroep bij mij aansloot, terwijl ik al 200 kilometer voorop reed, was ik ervan overtuigd dat ik ging winnen. Waar had je die overtuiging dan vandaag op? Ja, die jongens die haalden mij in. Het eerste klimmetje kwam van de finale en die haalden mij in. En in de afdaling heb ik echt, dus ik kon er even 10 seconden mijn benen stelen. En ik dacht echt van, ik ga hier ook nog kunnen winnen. Ik wist niet dat ik ging winnen, maar ik vond dat ik nog een verdomd goede kans had. Toen kreeg je nog een vrolijke Duitser mee? Ja, toen kwam Kessler nog aansluiten. Die natuurlijk ook gewoon lekker 250 kilometer tussen de wielen had gereden. En ook toen we begonnen te rijden, toen had ik ook gelijk, ik reed gewoon 5 kilometer per uur sneller als die jongen. En ik probeerde wel in alle rust te overdenken, is Matthias Kessler, is dat een snelle sprinter of niet? En ik kreeg het niet voor elkaar. Ik kreeg het niet voor elkaar of hij snel was of niet. En hij is gewoon wel snel. Alleen ik kreeg het op dat moment niet op een rijtje van, ja, wat voor kwaliteiten heeft hij nou precies? En ik denk, we zien maar. En ik heb nu al 230 kilometer voorop gereden. Ik vind het goed. In het slechtste geval gewoon tweede. In het slechtste geval dan. Nog 1 kilometer dan. Ik had natuurlijk niet meer veel te verliezen. Hè? Op dat moment dat ik daar reed, had ik mijn kunstje al gedaan. En kreeg ik waarschijnlijk na de finish van iedereen een schouderklopje dat ik het nog zo lang had volgehouden. Dus ja, echt angst. Ja. Maar aan de andere kant reed ik gewoon 100% om te kunnen winnen. Er waren televisiecommentatoren die half gek werden. Ja, en terecht, moet ik in alle bescheidenheid zeggen. Want ja, daarom is het ook waarschijnlijk de meest onwaarschijnlijke overwinning uit mijn carrière. En nog in een fantastisch grote wedstrijd ook. Maar ja, ook in de herhaling is het goed geprobeerd en niet meer als dat. In november overlijdt wielercoach Gerry Kneteman. Bij de uitvaartdienst op de wielerbaan van Alkmaar zijn vele prominenten aanwezig. Namens de wielerwereld spreekt Erik Dekker. Mijn hele profcarrière was jij mijn bondscoach, 12 jaar lang. De halve wereld hebben we overgevlogen en we hebben heel veel meegemaakt. In die tijd heb ik heel veel van je geleerd. Mocht je dat doen of moest je dat doen? Het was een vraag van Roxane, dochter van Gerry. Maar goed, daar was geen twijfel over. Of daar was geen keuze wat mij betreft om daar nee op te zeggen. Is het moeilijker om de Van Tour op te rijden of daar te staan? Ik vond het daar staan vond ik niet moeilijk. Want? Dat moest. De Ronde van Frankrijk doet in 2006 Nederland aan. Een siddering trekt door Valkenburg als het peloton de streep nadert. Limburg swingt, maar
55 kilometer voor de finish, heeft een merkwaardige valpartij plaatsgevonden. Fred Rodriguez en Erik Dekker liggen op de grond. De blessures lijken ernstig. Veel bloed en vooral onzekerheid. Ik ben ongetwijfeld even weg geweest, maar niet veel. Ik ben wel heel veel bij kennis geweest, alleen ik weet het niet meer. Ik heb het niet opgeslagen. Geweldig systeem van het lichaam wat ervoor zorgt dat je het niet opslaat. Dus ik weet eigenlijk helemaal niks. Het eerste wat ik echt weet, dus ik weet ook niet dat ik ben gaan vallen of bijna viel. Ik weet alleen op het moment dat ik in het ziekenhuis ben. Dat Erik Breuking komt, dat is echt 3 uur later. Ik heb ook nooit pijn gehad eigenlijk aan mijn gezicht. Dan een persconferentie. De voornaamste factor is toch wel dat ik niks meer van binnen voelde branden. Van we gaan er nog iets van maken en ik ga mij weer in de oorlog gooien. En ja, op het moment als dat ontbreekt, dan denk ik dat het einde daar is. Een dag later komt zijn laatste Nederlandse koers in Emmen. Het is 8 augustus 2006. Diverse malen gevallen, diverse malen moeten terugkomen. Heb ik allemaal met tussen haakjes plezier gedaan. Omdat het op zich terugkomen ook een heel boeiend proces is om weer terug te komen op je hoge niveau. Dus dat betekent vallen, opstaan, je fiets pakken en weer verder. Desnoods met een revalidatie ertussen. Maar in ieder geval de reactie is van mouwen opstropen en verder. Nu had ik dat helemaal niet. Helemaal niet. Je was klaar? Ja. En het is dus heel, ergens op die stoep daar in België, ja. Daar ligt jouw ziel. Ja, ja, wel wat betreft het terugknokken, het doorgaan op dit niveau. En dat heeft best wel even geduurd om dat hardop tegen mezelf te zeggen. Of om dat hardop tegen een ander te zeggen. Maar eigenlijk, ik had al heel snel dat gevoel. Ja.